Mevrouw Karaboulout. Ja, voorzitter. Even over de wapenexport. Want ik kijk op het lijstje van de exporten vanuit Nederland naar Turkije. En dat is mei 2019 zijn er nog radarsystemen verkocht. Wielen voor tanks. En nog meer materiaal voor tanks. Nou, de minister noemde, als er aanleiding is om te denken dat die ingezet zouden kunnen worden tegen de Syrische bevolking of de eigen bevolking, ja, dan gaan we het herzien. Deelt de minister mijn mening dat die aanleiding er is en wil ze, naast de toezegging die al is gedaan om dit te bespreken in COARM, zelf ook onderzoeken op basis van welke feiten wij dat standpunt alvast zouden kunnen innemen, zodat ook dit soort onderdelen niet meer worden geëxporteerd? De minister. Wat ik kan toezeggen is dat we gaan toetsen op omgekeerde bewijslast, oftewel presumption of denial, om ervoor te zorgen dat alleen wapenexporten worden toegestaan waarvan absoluut is uitgesloten dat ze worden ingezet voor acties in Syrië. Op basis van het nieuwe kader. Er is een voorbeeld genoemd van mei 2019. We zijn nu in oktober 2019, dus op basis van de situatie van nu kunnen we het omgekeerde bewijslastprincipe gaan hanteren. Dat kan ik als toezegging doen.